John, de eerste 15 wedstrijden zijn gespeeld. Hoe blik jij terug op de eerste fase van het seizoen? Moeilijk. Soms teleurstellend. Ik vind dat we goede wedstrijden hebben gespeeld waarin we te weinig hebben gekregen. De wedstrijden die we gewonnen hebben, dan denk ik aan Jong Utrecht, vond ik een van onze mindere, krijg je wel de overwinning. Maar ik denk dat we een aantal goede wedstrijden hebben gespeeld en niet gekregen hebben wat we verdienden. En dan wordt het moeilijk, ook voor een jonge groep, om door te blijven gaan, om dat vertrouwen te blijven houden. Dus we hebben moeilijke periodes gekend. Heb je in de eerste wedstrijden wel kunnen genieten van het spel van je ploeg bij Vlagen? Ja, zeker. Ik denk als je Roda ziet en je ziet hier Vitesse thuis. Maar ook de eerste wedstrijd ADO uit, wat een lastige wedstrijd was waar we toch domineerden. Maar ook later nog, hier tegen Dordrecht, Den Bosch, vind ik dat wij punten verdienden. En die krijg je niet. En dat is dan best wel eens moeilijk, met name voor jonge spelers. Die zien dat ze er alles aan doen en zien dat ze keihard werken, zien dat ze kansen creëren. Maar niet de resultaten krijgen die we verdienen. Nou ja, dan valt het geloof wel eens weg. En dat probeer je dan als trainer, als staf, probeer je dat telkens om te draaien. En dat is wel eens moeilijk. De laatste dag van de voorbereiding kregen we een ernstige blessure erbij van Joep. Dat was een enorme tegenvaller. En als je dan een klein budget hebt en je hebt Dylan Timber al geblesseerd, ja, dan wordt dat al moeilijk. Dan heb je twee jongens uit de as, Michel. Vlak daarna valt Robin Lathouwers weg uit de achterhoede. Dus wordt het nog moeilijker. En dan heb je eigenlijk bijna geen concurrentie achterin. Eigenlijk iets later vallen er nog wat twee jongens centraal weg. Ja, ik heb dat nog nooit meegemaakt. En dat is dus heel erg moeilijk om dan door te schakelen. Vooral ook omdat je een jonge groep hebt. Je hebt weinig budget. Kijk, als jij één speler uit een linie mist, dan kun je dat nog opvangen. Dan geeft dat mogelijkheden voor andere jongens. Maar als je 5, 6 spelers uit de laatste lijn mist, ja, is dat gewoon heel erg moeilijk op te vangen voor elke ploeg. Dus denk zeer zeker dan voor een ploeg net als VVV met het budget dat we hebben. Het geeft wel mogelijkheden voor andere jongens. We hebben heel veel jonge jongens in moeten passen, in kunnen passen. Die het gewoon goed hebben gedaan. Maar de stabiliteit wordt gebracht door je oude jongens. En dat mis je wel in deze periode. Dus het sportieve, dat wordt daar een beetje aan gekoppeld. Want dat is, ja, dat is wat makkelijker als je een volwassen groep hebt en terug kunt vallen op wat vastigheden. En dat was voor ons erg moeilijk. Toch zei je al in het begin van het seizoen ook goede wedstrijden gespeeld. De laatste weken wellicht wat tegen de andere wedstrijden. Hoe gaan jullie daarmee om en hoe kijken jullie ernaar naar de manier van spelen en wat jullie als staf daarin kunnen doen? Nou, wij blijven daarin in kijken naar de ontwikkeling van spelers. Maar ik vind wel, dat gaat wel gekoppeld aan prestaties. Dus ik wil elke wedstrijd winnen. Elke wedstrijd ga ik ook in om te winnen. En soms is dat teleurstellend, met name de laatste wedstrijd. Denk ik dat wij heel uitgebreid daar naartoe hebben gewerkt. Heel duidelijke afspraken hebben gemaakt. En als je dan binnen een minuut achter staat door iets wat je goed hebt doorgesproken, ja, dan is dat teleurstellend. Niet alleen voor mij, maar ook voor de jongens. Dus wij zullen daar in trainingen, zijn we daar nog meer mee bezig om jongens daarin te ontwikkelen. Dat ontwikkelen is een belangrijk punt voor dit seizoen, ook spelers ontwikkelen. Ben je daar wel tevreden over als je ziet hoe jeugdspelers het doen bijvoorbeeld? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik geniet van Tim Braam, die bij het Nederlands elftal onder 19 is gekomen. Die eigenlijk vanaf de eerste minuut ons duidelijk heeft gemaakt, trainer, ik ben er. Door de blessure van Joep is hij gelijk basisspeler geworden. En dan verwacht je, dat zal 1 of 2 wedstrijden zijn. En dan krijgt hij misschien een terugvalletje. Nou, dat heeft hij bijna niet gehad. Dus die jongen blijft zich stabiel ontwikkelen. Hè? En dat is best wel moeilijk in een elftal dat het moeilijk heeft. Maar het heeft ook geresulteerd dat hij bij het Nederlands elftal zit. En daar zit hij alleen maar met grote clubs. En ook daar doet hij het goed. En dat is talent. Gabin heeft het
Is hier gekomen vanuit Frankrijk. Had Roel en Rick voor zich. Dat gewoon in de eerste divisie gewoon een heel goed centrale duo is. Moest op zijn kans wachten. Nou, zijn kans kwam in één keer. Maar ze vielen allebei in één keer weg. En dat is een grote verantwoordelijkheid voor deze jonge jongen. Die 20 jaar is. Maar die ontwikkelt zich geweldig. Is aan de bal goed. Is verdedigend goed. En ik denk dat hij aan de hand van de andere twee centrale verdedigers, Rick en Roel, nog een grotere ontwikkeling kan doormaken. Dus wij zitten daar op te wachten dat die twee terug zijn. En we zijn benieuwd hoe het dan gaat. Jonge gasten net als Stijn en Yusri, die van de onder 21 komen, die 18 jaar zijn, die in één keer eigenlijk na, ja, misschien één of twee keer met ons mee hebben getraind, mee moesten doen, ja, hebben het gewoon geweldig gedaan. Alleen je ziet dat ze eigenlijk op een te hoog niveau in één keer moeten spelen. En dat zie je, ze kunnen geen wedstrijd nog uitspelen, dus je moet ze wisselen. Ze gaan op een hoger niveau trainen, nou, dan wordt meer van ze verlangd. Ja, en daar moeten ze aan wennen. En dat is dus nu in een te snel tempo gegaan en daarvoor raken deze jongens ook geblesseerd en moet je heel zorgvuldig met deze jongens omgaan. En dat doen we ook. Je zei net al, de bedoeling is het ontwikkelen, maar dat wil je graag koppelen aan prestaties. Als die prestaties dan tegenvallen, dan is het ook lastig om mee om te gaan soms, denk ik, ook na een wedstrijd, want je wil graag dat het wel lukt. Ja, kijk, ik ben wel een winnaar, hè, en je probeert jonge spelers op een bepaalde manier te benaderen, maar je probeert ze ook te beïnvloeden. En soms, ja, probeer je dan wel eens verder als dat je dat normaal gesproken moet doen. Door spelers een keertje te shockeren en wakker te schudden. Hè, wij geven de jongens de kans om voor deze, ja, mooie club te spelen. Hè. Dit is een club met historie. Dit is een club waar jonge spelers zich ontwikkeld en door hebben gegroeid. Dat is VVV. En daar moet je bij willen horen. En het moet niet zo zijn van, wij verliezen een wedstrijd en dat accepteren we. Kijk, natuurlijk heb je wel eens dat tegenstanders beter zijn. Maar ik vind, we moeten er alles aan doen om elke wedstrijd die we ingaan, alles te geven. Niet alleen voor zichzelf, voor de trainers, maar ook voor het publiek. Ik vind dat wij hebben elke thuiswedstrijd 5000 mensen. En die steunen ons door dik en dun. Nou, dan vind ik, dan moet je iets teruggeven. Uitwedstrijden, er zijn altijd bussen vol. Die komen kijken, die ons steunen. Ja, die mensen gaan 2,5 uur naar Velsen rijden. En als ze dan na een minuut achter gaan, dan kan ik me eigenlijk voorstellen dat je teleurgesteld bent. En dat zijn wij ook. En dat geven we dan ook wel eens aan. Maar we gaan de week erop wel aan de slag met elkaar. Ja, we gaan vanaf maandag, hebben we de nabespreking gehad en de zegjes gedaan. Iedereen mag dan zijn zegje doen, wat wij ervan vinden, wat wij ervan vinden. En vanaf maandagmiddag staan we weer op het veld en gaan we weer volop trainen om de volgende wedstrijd tegen Emmen te winnen. En als ik deze week zie, en wij zeggen dat wel eens, ik heb bij veel clubs gewerkt. Ik kan niet zien dat wij 18e staan. Ik kan niet zien dat deze jongens veel teleurstelling hebben gehad. Want de vonken vliegen er vanaf. En het moet allemaal wat slimmer. Het moet allemaal wat volwassener. Maar de wil is er wel. Nou, gaat dat koppelen aan volwassener worden, sneller leren, van je fouten leren. Dan denk ik dat we wel op een gegeven moment een moment gaan vinden waarin we dit gaan omdraaien. Je noemde al dat er wel eens harde woorden vallen. Bijvoorbeeld ook naar Telstra zijn harde woorden gevallen. Zowel door de staf in de kleedkamer als voor de camera. En ook spelers die zelf heel kritisch waren. Hoe is dat dan deze week gegaan bijvoorbeeld daarna? Nou, kijk, het belangrijkste is dat je samen blijft. Ik vind, in een goed huwelijk vallen ook wel eens woorden. En dat is hier ook. Als wij alleen maar lief en aardig tegen elkaar zijn, dan bereik je niks. Het moet de waarheid zijn. Maar je moet het zeggen en je moet doorgaan. Ja, wij moeten ervan leren. Ik moet ervan leren. De spelers moeten ervan leren. We maken allemaal fouten. Dus iedereen leert van situaties.
Alleen wat ik al zeg, je hebt ook een verantwoordelijkheid af te leggen aan je supporters. Nou, daar moet je alles voor doen. Toevallig was ik hier afgelopen maandag en zaten hier supportersgroepen. En daar ben ik ook naartoe gegaan, heb ik mijn verontschuldiging aangeboden. 2,5 uur gereden en ja, je hebt niet gekregen wat je verwacht. En verliezen mag nogmaals, want dat is ook het hele mooie wat ze zeiden. Jongens, we hebben ook pech gehad. In heel veel wedstrijden pech gehad, maar we hebben mooie wedstrijden gezien. We hebben gezien dat jullie vervechten, dat jullie een team zijn. Dat is voor hun het belangrijkste. Dat begrijp ik. Maar nogmaals, dan kan het niet zo zijn dat je zo makkelijk verliest. Want de 3 en 4-0 is te makkelijk. Uit bij Telstar. En nou, ik vind dat goed dat ook onze spelers weten van nou, die supporters willen dit zien. En die nemen het ons niet kwalijk als wij een keer verliezen. Die zien ook in welke situatie dat we zitten. Hè, welke problemen we op dit moment hebben met alle blessures. Dus, maar ze willen wel dat er inzet is. En op die supportersavond ook. Ik moet eerlijk zeggen, dat was gewoon heel erg leuk hoe dat ging met die supporters. Ik heb ook gezegd van zijn er nog vragen. Nou, toen kwam iemand met de vraag van God, waarvoor bedank jij nooit de supporters? En ik heb dat eigenlijk nooit gedaan. Ik doe dat eigenlijk nooit. Hè, omdat ik dat een beetje populistisch gedrag vind als je wint naar een supportersgroep toe gaan. En ik ben eigenlijk al bezig met wat ga ik vertellen tegen mijn spelers. Hè. Ik wil altijd alle spelers in de kleedkamer hebben. Dan wil ik de wedstrijd afsluiten. Er zijn trainers die dat op het veld doen. Ik doe dat altijd in de kleedkamer. Dus daar ben je constant eigenlijk al mee bezig. Dat is ook een beetje de reden waarvoor dat ik de supporters nooit ga bedanken. Omdat ik al in gedachten zit van wat wil ik daarna gaan zeggen tegen de pers en tegen mijn groep. Dat vind je echt meer iets voor de spelers om dus hun wat te doen? Ja, ik ben speler geweest en als speler vond ik het altijd erg belangrijk. Hè. Was ik daar ook eigenlijk een van de jongens die altijd zei, kom, we moeten onze supporters gaan bedanken. Omdat ze natuurlijk een behoorlijke reis maken en ze zijn betrokken bij wat je doet. En als speler kun je daar invloed op hebben, direct. Dus vond ik dat altijd heel erg belangrijk. Als trainer ben je vaak analyserend en alweer bezig met de volgende stap. Want hoe kijk je naar de komende periode? Wat verwacht je te kunnen gaan bereiken met de ploeg nog? Kijk, je hebt namelijk Emmen thuis, je hebt je Graafschap uit. Dan heb je Top aan Eindhoven en Excelsior. Nou, ik denk dat de maand december best interessant is. En dan hebben we hier nog een mooie thuiswedstrijd. En de maand december, Graafschap uit, is een moeilijke wedstrijd. Maar we hebben bewezen dat we ook moeilijke wedstrijden kunnen verrassen. Volendam was ook moeilijk. En dan heb je denk ik 3 wedstrijden waarin er 2 tegenstanders die een beetje op hetzelfde niveau zijn als ons. Eindhoven en Top. En Excelsior hebben wij nog iets recht te zetten. Hè? Excelsior een goede voetballende ploeg. Maar ik denk hier met ons thuispubliek erachter, de laatste wedstrijd, ja, zouden we ook nog iets kunnen neerzetten in december. Dat is de laatste wedstrijd van de eerste seizoen zelf. De volgende wedstrijd is ook thuis tegen Emmen. Je zei al, hopelijk kunnen we daar dan beter voor de dag komen. Wat verwachten we dan nu wel? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind Emmen een goed team. Die voetballen op een iets andere manier als andere tegenstanders. En dan praat ik meer over details, met het druk zetten, met de opbouw. We hebben ze goed geanalyseerd, dus wij proberen daar weer iets tegenover te zetten. Daar zijn we heel de week mee bezig geweest. Daar proberen we jongens op voor te bereiden. Wat ik al zeg, ook dat ze daar zelf initiatief in kunnen gaan nemen. Dus we hebben, ik denk dat we goed voorbereid zijn. En mogelijkheden krijgen we altijd. Alleen je moet heel scherp zijn in de eerste 2 kansen. Bij Telstar vind ik gewoon dat we niet goed hebben gedaan. Maar we krijgen de kans op 1-1. 2 maal. Hè, met Naïm, met Max. Dat gewoon grote kansen zijn. Nou, daar moeten we scherper in zijn. En als je dat soort ballen gaat maken, dan krijg je het vertrouwen ook wel makkelijker terug. En dat zou belangrijk zijn.